Lieve familie, zo mag ik u noemen als we in Christus verbonden zijn door het gebed dat ik elke dag rondstuur. Ik wil het woord persoonlijk tot u richten vanmorgen om u te bedanken dat u de tijd neemt om te luisteren naar het gebed dat uitgegroeid is van een voice gebed naar nu een YouTube gebed met de dagwoorden. Mogen de Heer ons zegenen. Mogen de Heer u persoonlijk aanraken en u in 2021 de weg wijzen. Laten we afspreken dat we niet zonder Hem de dag beginnen. En als er iets gebeurt in ons leven of op een moment dat wij verrast worden door iets onaangenaams, door iets aangenaams, dat wij eerst zijn naam aanroepen en prevelen in Jezus' naam, dat we ook zijn bloed mogen aanroepen om ons te reinigen en ons te beschermen. Met Hem zijn we altijd meer dan overwinnaars, omdat de Heer Jezus Christus ons lief heeft. Wambunyu Jari. En we gaan door in 2021. Lieve zuster, broeder, ik hou u het woord voor het jaar 2021 voor, dat gehaald is uit Lucas 6, vers 36. Jezus Christus zei, wees barmhartig, net zoals je vader barmhartig is. Wees barmhartig, net zoals je vader barmhartig is. Dit jaar mogen we oefenen in barmhartigheid door de ander niet te oordelen, maar voor de vijand te bidden, de zieken te bezoeken, de vreemdelingen te herbergen, de bedroefden te troosten en die twijfelen goede raad te geven. Wat is barmhartigheid? Het woord klinkt een beetje ouderwets. Toch is het een heel belangrijke kernwaarde binnen het christelijk geloof. God openbaart zich aan Mozes als een God, barmhartig en genadig, langmoedig, groot van goedertierenheid en trouw, zoals het staat in Exodus 34, vers 6. Synoniemen van barmhartigheid zijn liefde, genade, bewogenheid, medelijden, goedheid en ontferming. In Matteüs 9, vers 36 staat er, toen Jezus de scharen zag, werd hij met ontferming over hen bewogen. In met ontferming bewogen zit barmhartigheid. Het is een liefde die heel diep van binnenuit komt, die heel diep van binnen gevoeld wordt. Het duidt dus de sterke en grote bewogenheid aan van Jezus Christus voor de mensen die Hij in nood ziet. Dat Jezus ons oproept om barmhartig te zijn, verklaart dat barmhartigheid van mensen geenszins een vanzelfsprekendheid is. Er vindt nog te veel boosheid, veroordeling, vergelding en egoïsme in ons leven plaats en er is iets te weinig ruimte voor de nood van de ander. Jezus' uitspraak, wees barmhartig, net zoals je vader barmhartig is, staat in relatie met een andere uitspraak. Heb je vijanden lief. Wees goed voor wie jullie haten. Zegen wie jullie vervloeken. Bid voor wie jullie slecht behandelen. De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan is hierbij een goed voorbeeld. Wees barmhartig, net zoals je vader barmhartig is. Hij is barmhartig en de bron van alle barmhartigheid. Dus Hij alleen kan ons barmhartig maken. Door God
vader te noemen, zegt het ook iets over ons. En wel dat wij zijn kinderen zijn. Zo de vader, zo het kind. Het is aan ons om hem een trotse vader te laten zijn. Amen. Dit heb ik u voorgehouden uit het dagtekstenboek van Suriname. Amen.